Hi allemaal, het is vandaag maandag 18 juni en het is weer tijd voor een nieuwe vlog. Ik ga jullie heel eventjes neerzetten. Dat is net iets makkelijker. Voordat ik verder ga met deze video wil ik nog een tof nieuwtje kwijt. Doritos heeft namelijk een nieuw concept, Doritos Collisions. Dat betekent twee nieuwe smaken samen in één zak. Nou, hieromheen is een toffe campagne gestart in de vorm van een strijd tussen het gamingkanaal van Milan en het beautykanaal van Jessie. Milan en Jessie doen samen een livestream in een kamer waarbij wij bepalen wat er gebeurt. Wij zijn natuurlijk team Jessie, maar we hebben ook jullie hulp nodig. Dus kijk via haar kanaal naar deze livestream en samen kunnen we haar dan helpen. Dus nogmaals, wanneer de livestream is, dat zet ik hier nu onder in beeld. Ik hoop dat jullie ook mee gaan kijken en natuurlijk hoop ik dat Jessie wint. Nou, dat zou echt super leuk zijn. Nu ga ik me heel eventjes omkleden en dan kom ik straks weer bij jullie terug. Zo, ik ben omgekleed en ik heb best wel trek, dus ik heb net een salade voor mezelf gemaakt. En ondertussen is Larissa ook hier binnen gestapt, dus ik zal er eventjes in de vlog houden natuurlijk. Want we zijn vandaag aan het werk bij mij thuis. Hallo! Larissa zit hier aan tafel. We zijn even wat dingetjes aan het afmaken, video's, artikelen. En ik zie dat jij je lunch nog niet hebt uitgepakt. Ik heb ook een lunch van taart gehad. En deze maak ik best wel vaak. Het is een salade met van die romana sla, walnoten, geitenkaas, zoete aardappel en appel. En Sylvester is natuurlijk ook. Jullie hebben nog geen gedag gezegd. Hallo Sil! Hij zit hier lekker te chillen. Het is inmiddels al even wat verder. En het is inmiddels, ik weet niet hoe laat. Rond een uur of vijf, denk ik. Tien voor vijf. En zoals je misschien wel herkende aan de stem, Serena is erbij. Hello. Hoi. Tara zit achter in de auto en naast haar zit Marshall. We zijn met z'n drietjes, of met z'n viertjes eigenlijk, onderweg naar een event van Jumbo. Het is een nieuwe Jumbo geopend in Leidse Rijn. Die schijnt echt huge te zijn met allemaal leuke extra's. Dus we zijn heel erg benieuwd wat we te zien gaan krijgen. En ik heb heel veel zin in. Ik hoop dat ze heel veel gratis eten hebben. Ja, ik heb ook best wel honger. Dus voor de food. We hopen dat er lekkere hapjes zijn in ieder geval. Oké, we komen nu net aan in de food market. En je hoort het misschien al van Serena, maar die ontdekt alweer een sushi bar. Dus laten we gaan kijken. Het is lekker groot. En Marcy zit dus hieronder. We hebben op dit moment een rondleiding door de Jumbo. Dit is een aspergeschilapparaat. En zo... Wow! Te grappig dit. We staan nu op de kaasafdeling en ik zie hier geitenkaas met rozenblaadjes en dergelijke. En allemaal lekkers, als je van kaas houdt tenminste. En deze, dit is een hele milde geitenkaas, stinkt als een gek. Heb ik ooit van Serena gekregen, is echt nice. We hebben net een uitgebreide tour gehad door de supermarkt en het is echt gigantisch hier. 3500 vierkante meter. En ze hebben echt alles, zeg maar van, zelfs van de vegetarische slager bijvoorbeeld, hebben ze echt elke... Elk ding wat zeg maar op de website staat, verkopen ze ook hier. Dus super leuk om te zien. En ja, we gaan nu zelf een klein beetje shoppen. Zo, we zijn nu eventjes lekker aan het eten. Want we zijn klaar met de rondleiding. En we hebben hier allemaal lekkers op tafel staan. Wat je ook gewoon in de winkel kan kopen. Dus dat is heel erg leuk om gelijk eventjes uit te proberen. Het is al een beetje op, maar dit zijn vegetarische notenballetjes met pindasaus. We hebben hier wat lekkere sushi, wat dim summetjes. Dus heel veel lekkers. Zo. Het is inmiddels alweer wat later. Het lijkt nog heel erg licht buiten, maar het is echt al 9:30 of zo geweest. Het was echt een mega gezellig event. En we wilden jullie nog even graag onze goodiebag laten zien die we mee hebben gekregen. Want het ziet er heel erg leuk uit en zit vol met lekkere dingen. Dus ik ga jullie eventjes neerzetten. Oké, nou ten eerste de tas. Dit is een limited edition tas. En dat was ontworpen door een vluchteling die ook mode had gestudeerd, geloof ik. Ja, dus hij voelt super stevig aan en het is wel heel erg cool. Dit is zeg maar die originele Jumbo tas, die hebben ze hier zo erin verwerkt. Dat is wel heel grappig. Er zitten echt heel veel goodies in. Ten eerste koffiebonen, daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee, want ik heb een apparaat voor koffiebonen. En deze zijn van Laplace. Volgende item is kruidenolie voor koude en warme gerechten. Dan hebben we hier nog een zakje met nootjes. En dan heb je nog lekkere koeken, stroopkoeken. Lekkere thee, dit is, citroengras en gember rook ook echt heel erg lekker. Dit is een doosje en ik gok dat hier bonbonnetjes in zitten. Oeh, ja. Het gaat een hele lekkere chocoladeafdeling, dus daar komen deze allemaal vandaan. Dit is ook heel erg fijn. Cadeaukaart, maar om lekker mee boodschappen te doen. Schort. Een schort. Coke, eat and be happy. Dus nog een schort. Dus daar zijn we echt super blij mee. Heel erg bedankt. Goedemiddag iedereen. Het is vandaag de volgende dag. Dinsdag 19 december. 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 Juni. Ik weet niet waarom ik december zeg. Misschien omdat het dinsdag is.
Anyways, het is inmiddels alweer middag. Ik ben bij Tara thuis. En we gaan zo meteen even lekker de deur uit. Want we hebben wat frisse lucht nodig. Dus denk ik wel heel erg lekker. En we gaan kerstcadeautjes kopen, inderdaad. Maar ik dacht, ik ga jullie eventjes mijn outfit voor vandaag laten zien. En toen bedacht ik me dat ik vandaag een story online had gezet op mijn account. Omdat ik wat hulp nodig had welke schoenen ik had moest aandoen. Dus ik dacht, laat het eventjes zien. Want dat lijkt een beetje weer op die mijn Instagrams. Volgers bepalen mijn dag. Ik had namelijk deze foto geplaatst. Dus dit is de outfit voor vandaag geworden. Ik heb een t-shirt aan van Thrasher. Die heb ik van Tara gehad. Ik heb een geruite broek aan van Subdued. Deze heb ik echt al heel erg lang. En eerlijk gezegd zit hij niet echt geweldig. Hij trekt soms een beetje naar beneden. Maar ik vind deze ruitjes gewoon heel erg leuk. En daaronder dus de platform Dr. Martens. Want dat vond ik wel heel leuk bij staan. En hier zitten Tara en Silly. Sil is net lekker aan het liggen. Maar ik kom hier met de camera, dus hij gaat gelijk omhoog zitten. Ja. En ik Sil. Moet straks ook nog eens opstaan. Oh no. Maar je hebt even lekker geknuffeld. Nou, we staan nu midden in Utrecht. Ik ben een klein beetje teleurgesteld, want ik wilde eigenlijk vrij spontaan even nieuwe oorgaatjes laten piercen. Maar de winkel waar ik net was, of de zaak waar ik net was, daar is de piercer van op vakantie. En mijn magic piercing is echt super druk en daar heb ik eigenlijk gewoon geen zin in. Dus ik zit nu een beetje te denken van, wat ga ik doen? Omdat het hele spontane idee is er een beetje af. Larissa is er ook helemaal klaar mee, zo te zien. Ja. Ja, want het is eigenlijk elke keer zoals ik dan denk, ga even spontaan iets doen. Als in een piercing of een oorgaatje. Dan kan het eigenlijk gewoon niet spontaan. Dus ik zit nu op te kijken, ga ik nog naar een andere zaak of gaan we het gewoon lekker niet doen. En voor de rest is het echt een super grijze en bewolkte dag, maar het is echt ontzettend warm. Dus die jas, ja, die hebben we echt niet nodig. Dus we gaan er even over nadenken en dan laten we zo wel zien wat we gaan doen. Nou, dat hele spontane avontuur van net, dat heeft, was eigenlijk niet meer zo spontaan. We zijn nu 2 uur verder en we hebben ervoor gekozen dat ik toch naar een magic piercing ging om te wachten wat een uur duurde en dat is oké. Okay. 2 uur? Ja, want het is nu 6 uur. We waren er om 4 uur, zei ik van, het gaat dan wel niet zo spontaan en goed als ik dacht. Hebben we dan 2 uur gewacht? We hebben zelf heel lang op die tafel gezeten, want ik heb hier een gaatje erbij. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En ik heb hier een ringetje in laten zetten. En ik heb hier een nieuw dingetje in laten zetten. Daar zit eerst gewoon een bolletje in. En dan heb ik hier ook nog een nieuw gaatje erbij. En ik heb hier eigenlijk oorspronkelijk natuurlijk ook nog een gaatje. En hier ook eentje waar geen oorbel in zit. Dus ik heb er weer 2 bij. En ik ben er heel erg blij mee. En ik heb ze dus laten piercen in plaats van schieten. Wat trouwens wel echt een stuk pijnlijker was. Dan kan ik me kan herinneren van gewoon je oorlel piercen. Niet te pijnlijk of zo, maar ik kan niet zeggen dat ik het niet voelde, zeg maar. Het leek me een beter idee, aangezien Larissa toen wel het laat schieten. En dat was. Ja, niet ging ontsteken. Een ja. Ging gewoon ontsteken. Ik vind het heel goed van je. Dus. Verse oortjes. Yay. Dus wat gaan we nu doen? We gaan nu even naar de Bershka. Gaan we shoppen? I don't know. Zo, ik ben weer thuis en ik hoop dat jullie me horen, want ik hoor best wel veel geluiden hier. Mijn oor is op dit moment toch een beetje aan het helen. Ik zag net dat het wat bloed zat en dergelijke, dus ik weet niet of dat beeld hiervoor mooi uitzag eigenlijk van hoe het is. Maar goed, ik ben op dit moment eten aan het koken. Ik ben een curry aan het maken voor vanavond en ik ben ook alvast nasi goreng aan het maken terwijl ik aan het wachten ben tot de boontjes klaar zijn. Voor morgen lunch of zo. Ik had er gewoon zin in. En ik kan echt niet wachten, want ik heb inmiddels best wel trek gekregen. Zo, eet smakelijk. Een hele goede morgen van mij en Sil. Het is vandaag woensdag. En zoals je ziet ben ik net wakker. En mijn haar is echt ontzettend vet. Ik ben eigenlijk aan het proberen met mijn haar steeds wat verder uitstellen. Zodat ik het niet zo vaak hoef te wassen. Dus vandaar. En ik ga deze ochtend ga ik met Larissa sporten. Dus ik dacht, ik ga er nog even niet aan zitten. En dan douche ik na het sporten wel. Silly zit gezellig bij me. Hij is lekker aan het leunen. En ik heb mijn koffie al op, maar ik ben nu nog bezig met mijn groene smoothie. En dan moet ik straks nog even kijken wat ik ga eten. Ik moet wel goed eten, anders dan trek ik het sporten straks niet. Maar ik heb er wel heel erg zin in. Want het is alweer een paar dagen geleden. Ik had eigenlijk wel maandag willen sporten, maar toen kwam het er niet van.
Dus het is tijd. Hey. Zo gezellig, hè, die kat. Altijd lekker leunen. Ik heb inmiddels wat gegeten. Hopelijk genoeg. Ik heb me omgekleed in mijn sportkleding. Deze is nog van Yoga. Dat merk bestaat niet meer. Gymshark. Nike's. Daar ga ik niet op sporten, hoor. Daar ga ik alleen mee naar de sportschool. Deze is van Primark trouwens. Daar heb ik best wel wat vragen over gehad. Dus ik ben wel klaar om te gaan. Nou, dan ga ik nu van huis. Zo, we zijn weer terug van sporten. Ik heb een beetje rode wangen, maar het valt eigenlijk wel heel erg mee. Ik ga nu even wat eten in ieder geval. Ik dacht, ik ga even laten zien wat ik ga nemen. Want ik had laatst dit besteld. Gewoon een soort van yoghurtje, maar er zit volgens mij heel veel proteïne in. Dus ik dacht, nou ja, dat is dan wel heel erg fijn om na het sporten te doen. En dit is de blueberry smaak. Ik had ook al eentje volgens mij een aardbeismaak op. En die vond ik ook heel erg lekker. Dus ik ga deze nemen. Ik zie hier trouwens ook nog een heel klein beetje banaan liggen. Dus die ga ik anders gelijk ook wel eventjes opmaken. Tadaa! Dit is het resultaat. Ziet er echt mega kleurrijk uit. En terwijl ik dat ga doen, ga ik nog even het allerlaatste gedeelte van de allerlaatste aflevering van 13 Reasons Why afkijken. En ik heb daar denk ik echt 3 dagen over gedaan. Ik heb steeds in kleine stukjes gekeken. En ik had gehoord dat die dus vrij heftig is. Eerlijk gezegd ben ik soort van een beetje bang voor wat ik te zien ga krijgen. Maar ik moet hem nu wel echt gaan afkijken. Want ik heb misschien nog ongeveer 20 minuutjes of zo. Misschien een half uurtje. Dus als ik hem zo meteen af heb, dan laat ik jullie eventjes weten wat ik ervan vind. Maar ik ben heel erg benieuwd, want ik was door veel van jullie via Instagram al een beetje gewaarschuwd. En ik hoorde zelfs dat de show waarschijnlijk van Netflix af wordt gehaald, omdat het einde dus zo heftig is. Dus ik ben benieuwd. Zo, dus ik heb inmiddels de aflevering nu net afgekeken. Het was inderdaad wel heftig. Ik denk dat ik snap welk deel, zeg maar, te heftig is om op Netflix te staan. Maar ik vond het toch ook wel weer heel krachtig en sterk. Dus ik moet zeggen, nu ik zeg maar helemaal de tweede seizoen heb afgekeken, vind ik het niet echt meer heel erg een uitgemolken serie. Want dat gevoel had ik een beetje bij het kijken van de eerste en tweede aflevering. Maar nu ik hem dus helemaal af heb, denk ik zeker wel van, weet je wel, bestaat je op Netflix of heb je andere manieren om te kijken, dan zou ik hem zeker nog wel kijken. Want ik vond het toch wel een goede tweede seizoen. Dus laat me vooral even weten of jij ook het tweede seizoen van 13 Reasons Why hebt gekeken en wat jij ervan vond. Maar goed, nu heb ik al te lang in mijn zweterige outfit gezeten. Dus ik ga nu echt even de douche in en eventjes lekker opfrissen. Ik ben inmiddels helemaal aangekleed of gedoucht, aangekleed mijn haar. Niet echt gedaan, ik heb niet gewassen. Maar ik denk dat het nog wel een dagje mee kan. En ik heb net een pakketje van Lofies binnengekregen. Ze hadden ons als verrassing wat dingetjes opgestuurd omdat ze een nieuwe zwemcollectie hebben uitgebracht. Dus ik heb geen idee wat erin zit, maar het leek me wel erg leuk om dit gelijk met jullie samen te unboxen. Dus ik ga jullie heel veel op een statiefje neerzetten. Oeh, het ziet er heel erg leuk uit. Dit is allemaal van die hele mooie plastic tasjes. Dat is echt super mooi. Dat is gewoon van Lofies zelf. Dus daar kan je dan je zwemkleding ook weer in bewaren als het bijvoorbeeld nog een beetje nat is. Vind ik altijd heel erg chill om te hebben. Het allereerste item is zwart, zo te zien. Volgens mij zit een beetje een high-waisted broekje. En daarbij hoort dit topje. Oeh, die ziet er ook heel erg leuk uit. Die is heel erg, zeg maar, een beetje bandeau-achtig stijltje. Maar je kan ook eventueel de bandjes eraf halen, zie ik. Dat is wel heel erg leuk. En aan de achterkant maak je deze vast met een strikje. En ik heb trouwens van alles dubbel, zie ik. Dus een zwarte voor Tara en eentje voor mij. En dan ga ik nu verder met een andere bikini, denk ik dat het is. En deze heeft een printje die jullie misschien nog wel kennen van mijn zomershoplog die ik een tijdje geleden heb opgenomen. Ik heb een jurkje namelijk met precies ook deze lipjes. Dus dat is echt super leuk. En dit is een beetje zo'n triangel model. En dit vind ik wel heel erg fijn, want deze zit gewoon helemaal vast. En hoef je niet met die touwtjes dat het een beetje gaat bewegen. Super bedankt Lofies voor het opsturen van deze swimwear. Zo, het is inmiddels wat later. Het zonnetje schijnt trouwens echt enorm lekker. En ik moet nog even snel de deur uit, want ik heb 2 pakketjes die ik nog moet wegbrengen. Dat zijn dingetjes die ik heb verkocht op United Wardrobe. En ik moet nu even opschieten, want anders red ik het niet en dan ben ik weer te laat. Ik ben op dit moment aan het barbecuen op mijn balkon. Dit zijn kippenvleugeltjes, patty-patan, pepers die ik heel lekker vind en aubergine. Dus daar heb ik echt super veel zin in. En ik ben op dit moment even aan het vloggen met de spiegelreflexcamera, omdat ik heel even geen vlogcamera heb. De zon schijnt in ieder geval heel erg lekker op dit moment. Het is echt 25 graden of zo. Dus het voelt echt als hoogzomer. En dan heb ik hier nog wat tzatziki en een Turks brood. Dit vlogt eigenlijk niet zo erg lekker, maar hier ben ik. En ik heb me heel veel omgekleed in een crop top en een
en een culotte broek. Maar het is eigenlijk echt veel te warm. Dus misschien dat ik straks een kortere broek aandoe. En mijn haar in een knot. Want het is zo warm en zo tropisch op het balkon. Dat is echt niet normaal. En ik heb naast de kip heb ik ook nog kebab gehaald. Allemaal bij de Turkse slager. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ja, eet smakelijk. Zo, het is inmiddels avond geworden. We hebben al avond gegeten. En vanavond gaat de sale in bij Bershka, Pull & Bear en Stradivarius. En dat vind ik, dat zijn eigenlijk gewoon drie van mijn favoriete webshops of winkels. En blijkbaar hebben ze deze sale best wel een beetje wat groter aangepakt. Dus het gaat echt in vanaf 10 uur. En nu kan je ook nog eventjes niet op de webshop komen. Maar als je de app had van Pull & Bear, dan kon je er 2 uur eerder op komen dan mensen die bijvoorbeeld niet de app hebben. Dus ik heb net even rondgekeken en ik heb een bestelling geplaatst. En ik dacht, die ga ik even aan jullie laten zien. Dus even kijken of ik het terug kan vinden. Ik heb zo'n heel leuk geel pakje besteld. Dus ik heb het topje en het bijbehorende broekje. Ik heb ze gewoon allebei in een M genomen, want ik hoop dat dat gaat passen. En ik vond het gewoon heel erg leuk staan. En ik moet nu nog 3 kwartier wachten. En dan gaat de sale voor Stradivarius en Bershka open. Want daar had ik ook echt hele leuke dingen gevonden. Dus ja, even kijken of ik die wel kan scoren. Goedemorgen iedereen, het is weer een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag 21 juni. Ik ben al helemaal aangekleed, gedoucht, make-up en dergelijke. Maar ik heb nog niet ontbeten. Ik zit een beetje te twijfelen, want ik heb niet zo heel veel in huis. En ik heb volgens mij net met Tara besloten dat we even vandaag de deur uitgaan en lekker buiten de deur gaan werken. Ik wil ook nog eventjes naar de winkels. Want zoals ik jullie gisteren vertelde, was ik dus een beetje aan het kijken voor de sale van Bershka en Stradivarius nog. Bij Pull & Bear heb ik dus besteld. Maar ik had een heel leuk setje gezien bij Stradivarius. En ik heb net naast het topje gegrepen in mijn maat. Dus ik ga even hopen dat dit topje nog wel in de winkel hier gewoon in Utrecht ligt. Met het bijpassende broekje. En ze hebben ook een langere broek. Eigenlijk wil ik die allebei. Dus ik hoop dat ik ze nog wel in de winkel gewoon in Utrecht kan vinden. En dan ga ik die denk ik ook shoppen vandaag. Mocht het leuk staan trouwens. Want ik denk dat ik het gelijk wel eventjes aanpas. Want misschien staat het mij wel niet. En verder hebben Tara en ik gewoon ook nog wat werk te doen vandaag. Dus we dachten, nou dan gaan we gewoon lekker buiten de deur in een koffietentje of zo werken. En ik zie trouwens dat het nu echt best wel hard waait. Het stormt bijna een beetje. Vrij heftig windje. Ook best wel bewolkt. Zo, ik ben inmiddels in de stad aangekomen met Tara. Die staat hier. We staan nu op Vredenburg. En we zien dat hier een executieverkoop wordt geopend. Of een solo. Want er staat een solo vrachtwagen naast. Oh, die kan je nu net niet zien. Maar volgens mij hebben we nog nooit een solo in Utrecht gehad. Dus het is altijd wel leuk om hier een beetje rond te snuffelen. Maar het ziet eruit als een executieverkoop eigenlijk. Ik wil heel veel kijken, want ik zie mensen ook binnenlopen. Oh, is het open? Oké, ja, eventjes de fiets neerzetten. En dan gaan we straks ook even naar de Bershka en de Stradivarius. Die zit hier. Kijken wat ze nog hebben, want er is volop sale momenteel. Het is hier binnen echt flamingo heaven. Flamingo's. Flamingo's, deze vonden we echt super leuk. Deze van die kaarsjes. Nog meer flamingo dingen. Deze vonden we eigenlijk ook wel heel fout, maar heel schattig. Het is een windorgel. Cute. Oh, het is echt super groot. Dit is toch fantastisch. Een gieter in de vorm van een dolfijn. Daar. Die is toch te gek. Ik vind dit ook wel een hele grappige beker. In eerste instantie deed het me even aan wat anders denken. Maar het is een cactus. Nou, ik heb nu het topje aan. En die moet je zeg maar met van die touwtjes hier om je heen binden. Maar ik vind het gewoon niet zo leuk staan. Ik heb nu de lange broek aan, want je hebt hier ook de korte. Maar die zat weer net iets te ruim. En dit is een maat S, die zit wel beter, maar ik vind het niet heel erg laris. En dit gaat er niet, dit gaat gewoon niet werken. Kijk, de achterkant is wel heel mooi. Oké, Tara zei al van misschien moet je gewoon niet die touwtjes gaan strikken en het gewoon zo kort houden. En ik denk dat dat het mooier is, want dan zie je wat meer zeg maar buik, waardoor het wat minder een propje is. Maar toch. Oh ja, en volgens mij horen deze broekspijpen echt hier te komen. Maar ik heb weer van die korte poten, dus het is eigenlijk alsof het een normale lengte is, volgens mij. Ik denk niet dat het hem wordt. Maar laat me vooral even weten als je hem wel leuk vond. Of niet trouwens, want dan krijg ik misschien spijt, want ik ga hem nu niet meenemen. Maar ja. Ik wil het toch even aan jullie laten zien. En we zijn nu bij Bershka aangekomen. Ik weet niet waarom het licht zo ontzettend blauw is. Maar ik heb hier 4 dingetjes om uit te proberen. Oké, dit is de lange rok. Ik was al bang dat het me niet echt zou staan. Maar ik wil het gewoon even een keertje uitproberen. Dan kan ik het ook gewoon uit mijn hoofd zetten. Ik heb gewoon even mijn allesluis onder gedaan. Want dat is ook hoe ik het zou combineren. Maar
Dit is niet echt lekker, denk ik. Ik merk wel echt dat deze maten heel anders zijn dan bij Stradivarius. Een stuk kleiner. Nu een S'je aan en het zit redelijk strak, zoals je kan zien. Ik heb eventjes dit blazertje aangedaan en ik vind hem wel leuk. Maar tegelijkertijd twijfel ik een beetje, omdat ik niet weet of dit nou heel recht lijkt. Zo ziet het eruit. En deze kost 20 euro. Het rokje heb ik inderdaad een foto van gemaakt, want daar had de camera. Die vond ik super leuk, maar hij schijnt echt extreem door en hij is ook best wel kort. Ik heb nu even dit shortje aan en ik denk dat deze gewoon best wel een beetje gaat lijken op het gele shortje die ik gisteren bij Pull & Bear besteld. En ik vind de ruitjes denk ik toch niet zo leuk, dat ze zo groot zijn. Culotte jumpsuit. Ik vind dat hij heel erg goed zit, maar ik twijfel een beetje over die zwarte streep of het een retro is. Op de camera ziet het er wel goed uit, maar in real life weet ik niet of dit te dik is. De streep, de print zeg maar. Voor de rest zit hij wel heel erg goed eigenlijk. Sluit mooi aan. En dit is de lange jurk aan. Ik weet het niet, nee. Hij is ten eerste te groot. Hier aan de bovenkant kan je dat we zien, de bandjes zijn ook te lang. Ik vind het niet vreselijk, vooral als je de alstars onder draagt, maar het is een beetje van ik ga de koeien melken. Nee, ook dit wordt hem niet. Nou, shoppen maakt hongerig, dus we zijn naar de snackbar gegaan. Het is eigenlijk aan de overkant, dat is ideaal. We hebben hier de Peking Luck besteld. Die is super lekker, want dit heb ik al geproefd tijdens de opening. Dit zijn zoete aardappelfrietjes en ik heb hetzelfde. Kijk, dan maak je gewoon deze open. Nom nom nom. Lekker, ik ben heel erg benieuwd. Eet smakelijk. We zijn heel veel bij 30 ml gaan zitten. En Larissa is op dit moment even koffie voor ons aan het bestellen. En we gaan hier al eventjes werken. Zo, we zijn hier al een tijdje aan het werk. En we hebben ook even wat eten besteld. Nog een keer. Dit is toast met appel, hummus, spinazie en munt. Een gemberteetje. En Larissa heeft pancakes besteld. Ze zien echt mega lekker uit. Echt super chill. Ik ben heel erg benieuwd of ze lekker zijn. Het lijkt wel een beetje dat we nu alleen maar aan het eten zijn. Maar we zijn gewoon er iets verder op gegaan. Een koffietentje om te werken. Het is alweer een tijdje verder. Ja, precies. Maar we houden wel van eten inderdaad. Zo, ik ben weer thuis en ik zit eventjes op de bank te chillen met Sil. Terwijl ik eventjes een YouTube video aan het kijken ben. En ik wilde het nog even hebben over de Bershka. Want jullie vragen je misschien af, heeft ze nou wel of niet de playsuitjes gekocht? Of de playsuit en de jumpsuit gekocht die je zag? En nou, die gele vond ik heel mooi staan. Ik vond alleen de stof net niet helemaal. En hij was ook niet symmetrisch genaaid. Dat stoorde me best wel, dus die heb ik gelaten. En ik wilde heel graag die rode kopen, maar het ritsje, er zat een gat bij de rits. Dus hij was niet, hij was een beetje stuk. Dus ik zit te denken om nu online te bestellen, misschien. Maar ik wil eigenlijk tegelijkertijd niet zoveel shoppen, maar ik vond hem wel echt heel leuk staan. Maar goed, dat wilde ik nog heel eventjes zeggen. Ik zag trouwens dat ik wat vragen kreeg over deze tas op Instagram. En dit is een tas van het merk Giuseppo. Larissa heeft deze ook in het zwart. En ik heb hem dus in een rieten variant genomen. Of tenminste, ze zijn allebei riet. Maar wat ik dus heel erg chill vind is dat deze een rits heeft en nog zo'n knoopje. Dus, en dan ben ik dat dan ook nog een vakje. Maar ik heb hem via Serenza en hij is daar wel echt uitverkocht. Maar misschien kan je hem vinden via het merk Giuseppo. Zo, tijd om te eten. Ik heb hier zalm met boontjes en aardappeltjes. Smakelijk! Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 22 juni, oftewel de laatste dag van deze vlogweek. Dus we hebben volgens mij nog niet eerder een vlogweek gehad, of wel? Maar ik was net alvast begonnen aan de edit en ik zag dat die echt ontzettend lang was geworden. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik vind het zelf best wel leuk om naar lange video's te kijken. Dat ik dan nog gewoon veel te zien heb, zeg maar. Niet zoveel hoef te switchen. Ik vind bijvoorbeeld de video's van Shane Dawson heel erg leuk. Ik was vroeger heel erg fan. Ik heb een beetje uit oog verloren. En nu de laatste tijd ben ik hem weer aan het kijken. En hij heeft ook echt video's van een half uur. En ik vind dat heel erg leuk. Dus ik hoop echt dat jullie het ook oké vinden. Laat het in ieder geval even weten in de comments wat jullie ervan vinden. Want ik vind een weekvlog wel leuk. Maar als een weekvlog een 10 minuten of een kwartier is, dan heb ik het gevoel dat je er echt doorheen vliegt. En eigenlijk gewoon geen, hoe zeg ik het netjes? Geen, hoe kan ik het nou netjes zeggen? Waarom weet ik het niet? Ik wil eigenlijk schelden. Dat je gewoon helemaal, dan zie je gewoon niks. Dus wat heb je daar dan aan, toch? Dus
Nou, ik hoop dat jullie het wel een beetje leuk vinden. We proberen niet al te veel de saaie werkdingetjes in te doen. Maar tegelijkertijd is dat ook gewoon part of the job. Zoals je ziet zit ik in mijn badjas. Deze heb ik echt al sinds de winter niet meer aangehad. Maar ik vond het best wel een beetje fris vanmorgen. Want het is een beetje koud buiten. Het is eigenlijk 20 graden, dus het is helemaal niet koud. Maar het lijkt koud. En in ieder geval, ik zit dus al de hele ochtend in mijn badjas te editen. En het is nu inmiddels, het is al 11:15. Nee, ja. Dus ik ga heel eventjes wat eten maken voor mezelf. Ik heb natuurlijk al wel ontbeten, maar ik moet even nog wat extra gaan eten. Want mijn plan is om te gaan sporten vandaag. Want we zijn woensdag geweest, dus het is ook donderdag gerust. Vandaag wil ik gaan sporten. En ik wil het in de ochtend doen, omdat ik een laserbehandeling afspraak heb om 2:00. Dus ik wist eventjes niet meer zeker of ik nou wel of niet daarna mocht gaan sporten. Dus dat ga ik daarvoor doen. Enig probleem is dat ik niks in huis heb. Behalve havermout. Wat ook wel chill is. Maar misschien net iets te weinig. Maar ja, het moet maar, denk ik. Ik denk dat het wel lukt. En anders moet ik misschien iets van een eiwitshake erbij nemen of zo. Silly ligt hier lekker te pitten. En hij heeft echt de hele nacht me een beetje wakker gehouden. Ja. Zij ging echt op mijn hoofdkussen liggen, op mijn hoofd, naast me. Altijd gezellig met de silmeisje. Die gaat gewoon ineens midden in de nacht zo bam, recht op je hoofd liggen. Denkt hij, nou, dit is een mooi plekje. Net ben ik heel eventjes wezen sporten. Daarna ben ik Larissa gaan opzoeken om wat spulletjes op te halen. Daarna ben ik nog naar huid en laser gegaan voor een behandeling. En dat was ook weer echt heel erg gezellig. Ik vind het altijd echt super leuk om Raquel te zien. Maar ik vond het echt super stom. Want ik was de vlogcamera thuis vergeten. Vandaar dat ik dit nu allemaal laat zien in de vorm van kleine video's die ik met mijn telefoon heb gemaakt. Ja, het was gewoon heel suf. Ik ben gewoon... Het is nu al vrijdag, dus ik was gewoon een klein beetje vergeten dat hij weer mee moest. En ik was de batterij aan het opladen, dus shit happens. Mocht je nog afvragen wat ik aan heb? Soepels anders. Ik heb een shirt aan van Lovies. En ik heb een broek aan van Chiquelle. Dit is zo'n een sportbroek van Fluweel. Tracksuits. Sokken van Primark. Niet dat het je boeit, denk ik. En gewoon even super casual, want ik heb net gesport en ik had er even geen zin in. Ik ben eigenlijk al deze hele week casual, dat hebben jullie gezien. Ik draag echt alleen maar een t-shirt. Maar vanavond ga ik wel denk ik iets leukers aantrekken. Maar goed, ik moet even die video afmaken. En dan kan ik de avond vrij nemen. Zo, ik heb mij heel eventjes opgefrist en opgemaakt en omgekleed. Want vanavond ga ik naar een eventje van de Seafood Bar. Ze hebben namelijk een Oyster Night. En Chris Cross komt DJ'en. En het is echt een beetje een feestje. Oesters zijn €1. Ze hebben gin tonics. En we zijn ook uitgenodigd. Dus ik krijg een gratis drankje. En wat gratis oesters. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ik heb een vriendje uitgenodigd die er ook heel erg van houdt. Larissa gaat niet mee. Die is niet zo heel erg van oesters en dergelijke. En ja, ik heb er wel zin in. Het is ook gewoon natuurlijk lekker vrijdag. Dus ja, ik heb helemaal zin in dit weekend. Als ik nog beelden heb van de Seafood Bar, dan zal ik ze nu hier delen. De reden dat ik daar niet uitgebreid heb gevlogd, is omdat het een openbaar event is. En het is gewoon heel erg druk. Dus op deze manier kan ik het toch nog een beetje aan jullie laten zien. Daarbij is deze vlog ook echt al 30 minuten lang. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze vlog te zien. Het is weer iets persoonlijker. En ik weet dat het een hele lange zit was. Maar hopelijk hebben jullie tot hier gekeken. Doe in ieder geval een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Doei!